Frankrijk en Spanje. En dat was een wat matig begin van het seizoen voor Alex Marquez. Maar die heeft dus de laatste drie wedstrijden gewonnen. Dan staat hij met 111 punten. We hebben een rode vlag. Rode vlag zien we wapperen. En dat. We have a red flag. Zo, rode vlaggen.
open for folders. Bei der Mutter Jonas Folge 21 gleich. Alex Marken is uit.
snijder inderdaad. En zijn hier ook een grote naam. Thank you.
op Dirty van der Sluis, Honda 144 CW. Dan Rob Hartog, ook op dit moment in de mits met Kawasaki ZX6R 141 CW. Sander Klaas en dan Pasco van der Valk. Het lijkt in ieder geval op dat de Nederlanders goed in kan maken op de winst. Nee, zo'n Walraap voor het eerst van het jaar zijn volledig. Le Mans debuut maakt dus een volledig endurance seizoen, draait met het team Bolliger, een Zwitserse Kawasaki team. En gaat ook als lange tijd geleden dat een Nederlander in Suzuka heeft gereden van nationale kampioenschappen. Natuurlijk.